Meer grip op je gezondheid, dat kunnen we straks ook heel goed vanuit huis. En vooral voor hartpatiënten en mensen met een hoge bloeddruk is het soms moeilijk om hun leefgedrag te veranderen. Handige meetinstrumenten kunnen daarbij helpen. En het project DoChange om dit soort hulpmiddelen te ontwikkelen is vorige week van start gegaan. Ad van Berlo, waar moeten we dan aan denken? Ik zie hier een hele mooie lepel. Ja. Nou kijk, dit is pas een allereerste concept. Er is er pas één van gemaakt. Overigens, we hadden het net over 3D-printing. Deze is ook met 3D-printing gemaakt. Oh ja? Ja. En er zit elektronica in. Dus je kunt met deze lepel de zoutconcentratie meten. Natuurlijk, als je thuis iets aan het bereiden bent. En ook het gewicht. En de bedoeling is, maar dat kan met deze lepel nog niet. Hier kunnen wat lampjes gaan knipperen. Als er te veel zout in die substantie zou zitten waarmee je thuis aan het koken bent. Maar de bedoeling uiteindelijk, en dan zijn we toch een paar jaar verder, is dat je dan op je smartphone meteen ziet van oké, er zit zoveel gram zout in die hele maaltijd die ik aan het bereiden ben. En je krijgt daar allerlei andere boodschapjes nog bij, dat je misschien je gedrag zou, die jouw gedrag doen veranderen. Mm-hmm. Niet meteen op dat moment, je moet dus nooit zeggen, dat is niet goed als je nu zoveel zou eten. Dat laat je maar gewoon gebeuren, maar er komen tegelijkertijd hele kleine prikkeltjes, stapjes. Een soort besef. Een besef. We willen echt gedrag veranderen, zodat je de volgende dag weer met die lepel misschien iets minder zout gaat gebruiken. Maar bijvoorbeeld iemand die een hartaanval heeft gehad en die moet drastisch minder zout gaan eten. Ja. Moet je die daar echt nog op wijzen dat wel heel slim is? Ja, dat blijkt gewoon. Dat geldt zelf voor roken. He, mensen die moeten stoppen met roken na een acute hartaanval. De cardioloog zegt, als je doorgaat, dan ben je zo over en uit. Maar mensen pikken dat niet, pakken dat niet. Nee? Pakken dat niet op, nee. In het begin heel vaak, hè. Er zijn natuurlijk voorbeelden van mensen die dat wel kunnen, acuut stoppen. Maar hetzelfde geldt voor vet eten, voor zout eten. En in het algemeen zijn de cijfers zo dat van alle hartpatiënten die naar huis gaan, die moeten revalideren. Dat is ongeveer 3/4 van de mensen zich niet houdt aan wat de cardioloog zegt. 3/4? Kun je het je voorstellen? En 1/4 wel. Ja. Er zijn natuurlijk ook al een heleboel appjes die zeggen, wordt het niet tijd voor een workout? Of moet je iets water drinken? Ja. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat je dingetjes ontwikkelt die mensen erop attent maken dat ze minder zout moeten. Het zijn overigens heel veel dingen. Hè. Het is niet alleen zout, het is één onderdeel. Hè. Je moet ook meer bewegen natuurlijk. Ook dat is een belangrijke reden voor een hartaanval. Maar je moet. Het is ook niet alleen dat we naar het zout kijken, even voor alle duidelijkheid, maar het is een heel belangrijk element. Want daar is wereldwijd nog wel wat discussie over. Maar in het algemeen zeggen bij gezonde mensen, zoals wij hier allemaal, zou je niet meer dan 6 gram zout per dag moeten nemen. Mm-hmm. Nou, de meeste zitten gemiddeld om 9 gram. Dus als wij allemaal zo doorgaan, en de ene is natuurlijk in aanleg wat meer gevoelig ervoor. Ja, die ontwikkelt hoge bloeddruk en uiteindelijk ook een hartaanval. Maar waar ik dan aan denk, hè, als dat probleem die bewustwording zo moeilijk is. Ja. Waarom zit er dan niet veel meer tijd en geld in de voorlichting van de mensen dan in de oplossing als het eigenlijk al te laat is? Voorlichting is van, dat is gebleken dus natuurlijk op heel veel. Ik bedoel, we weten allemaal dat we niet moeten roken. Nou, toch is het 1/3 van de mensen die het nog steeds doet. Ja. Hetzelfde geldt voor meer bewegen. We moeten allemaal meer bewegen. Dus dat werkt niet helemaal. Heel belangrijk ook is dat we nu, je zei het al, we gaan een hele grote studie, is net gestart, 3 jaar lang, met grote universiteiten, met ook bedrijven uit Engeland. Onder andere. Mm-hmm. Een van de leuke bedrijven uit Engeland is, dat heet Do Something Different. En dat is een bedrijfje wat zegt, doe nou eens een heel klein stapje iets anders. Elke keer, ze geven je een zogenaamde do, doe iets. Die heeft helemaal niks te maken met, nou laat die zak zoute chips nu maar staan. Nee, die laat dat wel gebeuren, maar brengt jou geleidelijk op andere sporen. Ja. Ben jij je bewust, Erik, van jouw zoutinname op een dag? Ja, want ik moet ook oppassen. Echt? Ja, ik was vroeger een sporter, maar de laatste jaren moet ik meer bewegen en ook gezonder eten. En ik ben me daar wel bewust van, maar het is inderdaad lastig om dat dan toch in je ritme te krijgen. Ja. Ja. Dus ik moet ook, Maar als we dan een ander voorbeeld erbij zouden mogen nemen, want dit is dan de slimme lepel. Wat is nog meer waar jullie aan gaan werken? Ja, want dit is natuurlijk vooral voor als je thuis iets aan het bereiden bent, maar nou zit je in een restaurant. Ja. En wat doe je dan? Nou, dat weet ik niet wat de kok heeft gedaan met zijn zoutpotje. Ja, nee, dat weten we niet. En
misschien ziet het allemaal heel aantrekkelijk uit. Nee, wat we dan gaan doen, en dat is ook wat we nu gaan starten met een heel groot Taiwanese instituut. Mm-hmm. En ook een ziekenhuis wat daarbij betrokken is. Ja. Dat is, daar gaan we een scanner verder miniaturiseren. Er is nu een vrij grote scanner al. Die is al behoorlijk klein. Maar we gaan hem zo klein maken dat hij misschien over 5 jaar in je smartphone past. Over 3 jaar is die al misschien zo groot dat je hem, net zo groot als een smartphone. Mm-hmm. Dan maak je een foto van je eten in het restaurant. En je krijgt 5 seconden later op je smartphone weer te zien van hoeveel zout daarin zit. Heerlijk. Misschien ook hoeveel koolhydraten. En dan zeggen we niet van dat mag je niet, want dat werkt niet. Maar je bent er bewust van. Je krijgt weer een paar stapjes erbij, een paar do's erbij. Mm-hmm. Om je gedrag een klein beetje te veranderen. Okay. En je meet natuurlijk, want het is een geheel hoor. Je krijgt we weten ook de bloeddruk, we weten ook het gewicht. Dat zijn dingen die we ook weten. En hoeveel en je bewogen hebt. Die in de preventie ook worden gebruiken. Want er wordt natuurlijk ook veel techniek ontwikkeld. Preventief. Dus ik denk dat onze kinderen, die worden medisch gevolgd preventief voordat ze überhaupt een... En dan kom je over nog een heel ander belangrijk punt. Dat je vreselijk veel data natuurlijk gaat verzamelen. Hè? Want als je dat elke dag 3 keer doet, alleen al je voedsel scannen. Je bloeddruk wordt regelmatig meer gemeten. Je vindt het ook zelf prettig om dat te doen. Hè? Je wordt geprikkeld om dat te doen. Je do's worden allemaal opgeslagen en erbij betrokken. Je omgeving, je partner, je familie, iedereen kan erbij betrokken zijn. Maar de data, dat is een ander belangrijk punt, die kunnen ook heel veel kennis genereren natuurlijk. Ja. Hè, van allerlei andere mensen, en dan kom je op data analytics. Wordt het een soort case? Nou, we kunnen ook heel veel leren van het gedrag van mensen en daar weer bepaalde nieuwe prikkels uit halen. Ja. Er is 4,7 miljoen voor neergelegd door de Europese Commissie. Klopt. 1 miljoen komt er van de Taiwanese overheid. Ja, ja. 3 jaar lang gaan jullie aan de gang om dit uit te werken. Wat kunnen wij over 3 jaar verwachten? Wat we misschien wel thuis of in de winkel kunnen kopen en zeggen, dat gaat ons helpen met onze gezondheid. Ja, in de winkel kopen zal nog net niet kunnen, denken we. Want dat is heel ambitieus. Hè. Doe maar, ambitieus. Vinden we leuk. Nou, wij hopen over 3 jaar in ieder geval bij een 100 patiënten in Nederland, in Taiwan en in Spanje dat uitgeprobeerd te hebben. En het zijn verschillende eetculturen, verschillende gewoontes. Daarmee proberen we dus al heel veel te leren. En dan, misschien nog 2 jaar later, dan is dat deviceje waar ik het net over had te koop voor in het restaurant.